Ze familie Kluivert en ze zijn dol op honden. En dat komt voornamelijk door Rosanna Kluivert. Zij redt al jaren zwerfhonden over de hele wereld. Ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. Zij hebben ons mensen nodig. De familie komt graag op hun geliefde eiland Curaçao, waar het zwerfhondenprobleem enorm groot is. Je ziet moederhonden proberen ergens voedsel te halen. Overal in bosjes liggen puppies. Het is te veel, het is te heftig, het is te groot. Rosanna heeft het tot haar missie gemaakt om dat op te lossen door het bouwen van het Kluivert Dog Rescue Center. Op de website van het Kluivert Dog Rescue Center druppelen de donaties al flink binnen. Mede doordat Rosanna's missie inmiddels flink is opgepakt in de media. HBN'er vrienden hebben ook hulp geboden door een vrije middag op te offeren om te bellen naar mogelijke sponsoren voor alles wat maar nodig is om het Kluivert Dog Rescue Center te bouwen. Ik zie wat een hart Rosanna hierin stopt. Nou, daar kunnen de meesten van ons nog een puntje aan zuigen. Na haar media-optredens keert Rosanna terug naar Barcelona. Daar doet ze echter een vervelende ontdekking en krijgt ze heel slecht nieuws. Ja, ik had eigenlijk al die pers gehad. Ik was moe, maar ik had ongelooflijk veel energie. En ik kwam thuis in Barcelona en op een gegeven moment ging ik mijn tanden poetsen. En ik keek in de spiegel en daarna zou ik de douche in gaan. En toen zag ik wat. En toen dacht ik, wat is dit? En toen voelde ik een bobbeltje. Ik voelde dat het al niet klopte. Dus ik kreeg al een brok in mijn keel. Maar je moet altijd nog eerst naar de dokter om te kijken of het echt zo is. Bij de dokter blijkt dat het inderdaad om borstkanker gaat. En Rosanna moet onder het mes. De reis naar Curaçao wordt per direct uitgesteld. En dan staat je leven alweer stil voor de tweede keer. Want bij Rosanna was in 2006 al lymfeklierkanker geconstateerd. En dat was heel heftig. Dus de borstkanker is een grote klap voor de familie. Ik lag in mijn bed en toen kwam mama naar me toe. En zei dat ze heel erg ziek was. En ik voelde me toen heel erg... Slecht. Toen ik hoorde dat mijn moeder weer kanker had, borstkanker dit keer... werd ik eigenlijk echt super boos. Ik was alleen maar aan het vloeken. Ben je misselijk, mam? Of... Nou... Nee. Maar ik voel wel de druk aan die kant toenemen. Mijn moeder probeert zich groot te houden en sterk naar mij en naar de andere kinderen. Maar ik ken mijn moeder te goed, dus ik weet donders goed dat ze zich niet goed voelt en dat ze bang is en 's nachts wakker ligt. Gelukkig is de operatie goed gegaan en zijn er geen uitzaaiingen. Nu is het wachten op het behandelplan en mag Rosanna thuis herstellen. Hoe voel je, mam? Nou, een beetje misselijk. Maar gaat wel goed, hoor. Maar heb je veel berichtjes gekregen? Ja, dat is niet normaal. Ik heb niet veel mijn telefoon gebruikt, maar weet je, ook in het ziekenhuis, dan in de nacht als je wakker bent en het drain zaten erin. Dus dan check ik even. En dan, ik denk, over de 10.000. Echt, dat is niet normaal. Hoeveel lieve mensen. Ja. Dat ik niet eens besef. Dat is echt wel heel erg lief. Ja. Maar ja, het is natuurlijk gewoon kloten, punt. Ik word daar helemaal... Ja, je kan niks, je moet geluk... Iedereen zegt tegen mij, ja, je moeder is sterk. En dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Maar weet je hoeveel sterke mensen er doodgaan aan kanker per jaar? Het heeft niet met kracht te maken, het heeft gewoon met geluk te maken. Hey, poppetje. Hi. Hey, was goed? Fijn, hè? Ja. Hoe gaat het? Ja, gaat wel goed. De hele familie thuis. Geeft wel een goed gevoel. Wat zeggen ze? Iedere nacht is een voordeel. Ja, nou is een voordeel, ja. Dat was oma en opa. Niet te veel lachen, mama. Dat gaat die hechting open. Kom even bij me. Kom even dichterbij. En Nino? Nee, je hoeft niet bang te zijn. Ik moeilijk met z'n tweeën op schoot. Je vindt het eng, hè, die schouder? Ja, pas nou op. Nee, gaat goed. Geen ruzie. Wat is dit nou weer? Geen ruzie, maar... Gaat goed? Ja. Kan je nog een beetje knuffel hebben op me? En van wie krijg ik straks de massage? Oké. Okay. Hoe gaat het met de honden? Goed. Nou, ik denk het goed, maar ik denk dat we gewoon moeten stoppen. Hoe bedoel je? Gewoon even nu niks. Gewoon even kijken of we dingen gewoon even... Met zoveelste al. Patrick begon er ook al over. Dat kan toch niet? Ik moet eerst die uitslagen afwachten. Als ik geen chemo hoef, dan ja, okay, maar het is natuurlijk... zou het technisch kunnen.
Bestraling moet ik sowieso, maar dan mag je op dat moment niet in de zon. Maar als ik gewoon kleren aan heb en ik heb een beetje energie. Maar Nina bedoelt dat niet gewoon stoppen met het hele, zeg maar, project, het doel. Maar gewoon voor nu, omdat je komt net uit het ziekenhuis en je moet rusten. We weten dat je zo op die, de honden in Curaçao wil helpen, maar je moet ook op jezelf letten. Ik ga niet iets doen wat niet kan. Ik bedoel, ik moet eerst fit zijn voor jullie en dan ga ik verder. Maar mijn wens is wel om wel door te gaan. Ik heb in emotionele momenten verteld van, als het niet goed gaat allemaal, dan is dit wel mijn droom, hè. Ik hoop niet dat jullie mijn droom afkappen. Dus ik hoop dat mijn droom wel doorgaat. Iedereen wil stoppen. Ja, maar daarom moet ik denk ik gewoon, dan ga ik gewoon nu wat dingen overnemen. En dan kijken we gewoon hoe, tenminste overnemen, even voor je oppakken. En dan gewoon kijken hoe dat gaat. Dus dat is wel, wat is dit? Het is wat je wou, toch? Wauw, dat ziet er lekker uit. Ja. Zo, maar het is niet één, het zijn allemaal soorten fruit. Oh, kiwi. Ik begrijp dat mijn familie zich heel veel zorgen maakt, dat begrijp ik echt. Maar mij alleen in bed leggen en een kopje thee geven en dan even naar beneden gaan, daar worden mijn hersenen ook niet beter van als ik gewoon alleen maar zo ga liggen. Dan kan ik net zo goed met één hap nog een beetje appen voor de honden. Bij Rosanna mist het niet aan motivatie. Dus voorzichtig gaat iedereen toch door om haar droom te verwezenlijken. Nog een week later vliegt Nino alweer naar Nederland om gratis aangeboden hondenspullen namens zijn moeder in ontvangst te nemen voor het Kluiver Dog Rescue Center. Ik ben best wel zenuwachtig daarvoor. Ik ben heel benieuwd wat het is en hoeveel het is. Maar het is natuurlijk super cool dat ze zich inzetten en willen helpen voor Curaçao. We zijn nog even bezig met containers, maar we moeten nog even kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Maar het is natuurlijk super cool dat mensen nu wat komen brengen. Hallo? Allereerst doneert een hondenvoerfabrikant een hele lading hondenbrokken. Hey. Dag Nino. Alles goed? Goed met jou. Fijn dat je er bent, zeg. Bedankt. We moeten het daaronder gaan zetten. Hoeveel zijn dit er? Ja, er zijn heel veel, maar goed. Er komen nog wat met jouw beloop nog 2 pallets. Nee, 3 pallets. Oh mijn god, ik ben heel benieuwd wat daarin zit. Vervolgens heeft een andere hondenstichting speciaal voor het Kluiver Dog Rescue Center een inzamelactie gehouden. En heel veel voederbakken, waterbakken en hondenmanden opgehaald. Top! Allemaal spullen die het Kluiver Dog Rescue Center maar wat goed kan gebruiken. Het is iets meer dan gedacht, dus we moeten even passen en meten. Maar ja, het moet toch naar Curaçao, dus het heel lang zal het er niet moeten staan. En het is voor een goed doel, dus dat is superleuk. Ik heb nog nooit zoveel geteeld in mijn leven. Hey, heel erg bedankt, hè, voor je hulp. En ik vond het heel fijn. Ik ben zo blij ermee. Groetjes! Inmiddels heeft Rosanna het behandelplan te horen gekregen en moet ze veel bestralingen ondergaan en heel veel rust houden. In principe moet ik sowieso 21 bestralingen. Daar kom ik niet onderuit. 5 jaar medicatie. Pommel. Best heftig. Is dat? Hey! Hoe is het? Hey, goed lieverd. Alles goed? Ja, heel goed. Wat fijn om jou te zien. Ja, wat fantastisch dat je belt. Ja, ik ben er weer. Je bent er weer. Oh, het was zwaar, of niet? Ja, het was wel heftig, maar voor mij was het allerheftigste het wachten. Van, is het uitgezaaid? Kan ik nog ergens iets doen? Dat. Maar nu, ja, dat was slopen. Dus, maar nu is hij geopereerd. En toen ik wakker werd, zou de dokter dan vertellen van, is het uitgezaaid of niet? En toen ik wakker werd, deed hij zo. Hij zegt, de klieren die we weg hebben gehaald zijn schoon. Dus, ja. Nou, wat goed. Ik ben zo trots op jou. En ik vind het zo te gek dat je je zo inzet, terwijl je zelf dan ook ziek bent voor de hondjes op Curaçao. Dat wij ook een kleine verrassing hebben voor jou. Eh? Ik heb namelijk meegedaan aan het race tegen de klok. En daarmee konden we geld verdienen voor het goede doel. En natuurlijk hebben we jou daarvoor gekozen. Ik heb samen met Dolce, mijn zusje en mijn vriend Frans 83 euro verdiend voor het Dog Rescue Center. 83?
leuk, hè? Oh, dit vind ik echt geweldig. Dit vind ik zo lief. Ik vind je echt een held. Zeg tegen, kom eens. Shay zegt tegen mij, je bent een heldin. Het is geen held. Het is Shay. Maar wat wilde ik zeggen? Kom je nou snel langs? Ja, ik kom zeker snel langs. En ik ben serieus heel veel respect voor jullie inzetten voor de honden. En echt knap hoor. En ik ben druk bezig. Ik hoop dat ik nog een steekje voorbij. Nou, maar dit is al 83. Weet je wat er van je gang kan gebeuren? Daar kan ik gewoon een heel operatiehok en alles van halen. Dit vind ik echt te gek. Ik vind het echt geweldig. We moeten alles vieren. Dank je wel. Echt emotioneel. We gaan het leven vieren, lieverd. Gaan we doen. Dank je wel, lieverd. Dag. Dat doet goed. Soms in die verdrietige tijden dat mensen dan zoveel liefde aan je geven op die manier. En weten dat het voor mij heel belangrijk is. En dat ik op dat moment eigenlijk niet veel kan doen. En dat zij dan zeg maar dat stokje even overpakt. En dan voor mij gaat strijden om geld op te halen. Ja, kippenvel. Echt heel erg fijn. Oh jee, Shane. Besef je dat? Alleen maar voor de honden, hè? Een kus. Heb ik mijn tanden niet gepoetst? Oh, je durft het eigenlijk niet tegen me te zeggen. Ondanks dat Rosanna het rustig aan moet doen, ontbreekt het haar niet aan enthousiasme. Fysiek kan ze door de bestralingen alleen de hondenkar even niet alleen trekken. En daarom heeft ze haar kinderen voor haar karretje gespannen. Nino heeft zijn broers en zus uitgenodigd om in zijn appartement te brainstormen. Hoe is het? Lekker. Goed met jou? Ja, die trap is niet normaal, hè? Helemaal. Hoe is het, jongens? Lekker, broer. Lekker. Gaat goed? Ja, lekker, man. Leuk dat jullie er zijn, jongen. Hoe is het? Hey, Frank met de broek aan. Gaat goed? Zal ik nu knuffel? Ja, vandaag. Hallo. Gaat goed? Omdat mijn moeder laatst is geopereerd, kan ze gewoon eigenlijk niks. Toch vindt ze wel een manier om mij en de hele familie echt dood te stalken met dingen die we dus moeten doen voor dit Dog Rescue Center. En is ze er een hele dag mee bezig. Gaan we met Ros dan? Hebben we al gesproken of wat? Ja, ik heb Ros gesproken. We moeten nog een aantal uitslagen afwachten. Maar het ziet er op zich wel goed uit, maar het is gewoon heftig. Ja. Ik weet het. Nu dat Rosanna ziek is, vind ik dat we met z'n allen met de familie een tandje erbij moeten zetten. En gewoon met z'n allen wat moois maken om haar droom te vervullen. Dus. Onze familieband is heel sterk. Ondanks dat we een samengesteld gezin zijn, hebben we heel goed contact. En ik ben ook iedereen aan het mobiliseren om allemaal mee te helpen. We moeten nu met z'n allen haar droom gaan neerzetten. We moeten iets bedenken waardoor we geld kunnen ophalen. Maar ik weet niet wat. Ik weet nou niet wat, zeg maar, handig is of goed is om snel geld te verdienen. Kunnen we niet een evenement of zo doen? Ja, dat is een goeie. Ja. Want daar kunnen al die mensen komen en die kunnen daar dan allemaal Irene, toch, geld Irene geven en ook dingen bieden. Ja, ik denk vrienden van Rostov. Die kan ons helpen denk ik met een evenement. Irene van Irene, een goede vriendin van Rostov. Met die evenementen? Ja. Nou, Irene die wil dat misschien wel doen. Dat is toch leuk? En dat is ook nog ergens vet gezellig. Ja. Ga jij dansen? Nee, maar ik kan wel de slingers ophangen en het versieren. Ja, stel dat hoor. Dan moeten wij allemaal dan zitten. Demi en ik hebben een hele leuke band, want eigenlijk kunnen we niet met en zonder elkaar. We hebben vaak discussies of zegt ze niet, hou nou op, of ziet ze dingen heel anders dan dat ik ze zie. Maar als ik het nodig heb, is ze er meteen. Ik kan ook gewoon de styling doen daarvan. Dat doe je ook al. Dus dat scheelt al best veel geld. Ja, dat doe ik al. Dus dat is dan mega leuk al. Dat is top. Gewoon iedereen zijn centje bijleggen. Misschien kennen jullie wel iemand of zo die kan helpen? Ik heb wel veel kunnen we niet veel iets doen met voetbal? Een hond en een bal. Voetballers. Ik heb veel voetballervrienden. Een hond en een bal? Ja, voetballers hebben allemaal een hond. Het is niet het circus. Nee, maar voetballers hebben allemaal een hond. Dus ik denk dat ze wel gek zijn van honden. We kunnen gewoon daarin veel contact leggen. Ik ken heel veel die sowieso wel dit zien zitten. Ja, okay, we hebben dus het evenement. Wat hebben we daarvoor nodig? Ik denk apparatuur. Hoe bedoel je apparatuur? Nou, een podium en zo. Ik bedoel, Justin gaat zingen. Oké, laten we even meer logisch beginnen. Je hebt natuurlijk een locatie nodig. Ja. Catering. Ja. Willen we iemand op laten treden? Ja. Ja, dat lijkt me wel leuk. Een act? Ja, ook wel leuk. Hoe leuk was het van die mensen uit Curaçao zijn die van die trommels gaan? Die trommels, dat lijkt me ook heel leuk. Zo'n brest, als die binnenkomen, dan wordt iedereen helemaal. Ja, dat gaat Oké. Dat gaat leuk. Je hebt mensen nodig die dingen sponsoren, de sponsors. Maar geld of spullen?
Allebei, denk ik. Nou, ja. Nu kunnen jullie ook even iets bedenken. Jij zegt wel slimme dingen, dus. Ik denk dat Demi misschien wel echt heel koppig is natuurlijk. Alleen maar jongens, dus ze moet zich wel een beetje aanpassen. En ja, dat merk ik ook wel als ze met ons is, dat ze wel een beetje bazig is. Just! Ja. Jij hebt toch gewoon die mensen die kunnen toch dan zo'n voetbalshirt geven? Dan willen ja, de mensen daar ik denk dat betalen. Ze dat ook wel willen. Ja. Of Just, jij kan ook een date doen. Dat je op date gaat met iemand, nee, en dat iemand kan betalen. Hoe leuk is dat? Dat is moeilijk. Dus. Je zoekt toch een vriendin? Dan kan je gewoon... Nee, ik zoek niks, maar ik zal het vinden. Oké, ik denk dat we er zijn. Nino kan niet wachten om zijn moeder in Barcelona te vertellen welk plan ze bedacht hebben. Hey! Hey Nino, alles goed? Hoe met jou? Ja, gaat beter. Kijk eens. Even Mitella. Nee, deze hand is goed. Ik ben nu met mijn... Ik kan al wat meer ermee pakken weer. De wond gaat heel erg goed, dus die herstelt. Ik durf niet echt veel te kijken, maar hij gaat goed. Fijn. Hey, ik heb net met alle kinderen gezeten om allemaal even nieuwe dingen te bedenken voor het centrum. En we dachten ook een benefietdag of aanavond. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Leuk. Wie heeft dat bedacht? Demi heeft bedacht. Maar dan wil ik niet zo'n benefietavond die zeg maar iedereen, zo helemaal in black tie. Het moet echt een beetje anders. Een beetje leuk. Nee, je moet gewoon relaxed. En Demi vindt het ook leuk om de styling natuurlijk met het bedrijf te doen. Oh, dat vind ik echt te gek. Moet ik ook even wat dingen bellen? Nou, voor nu nog niet, maar ik laat het even weten. Oké, ik wil echt even in gaan zetten. Want zomaar alleen maar zitten werkt ook niet. En de bestralingen zijn toch pas ietsje later, dus ik wil wel wat doen. En jij moet groente eten, want je wordt steeds witter. Straks val je door het afvoerputje. Okay, ja, ben ik beter en dan ga jij door het afvoerputje. Dat moeten we niet hebben. Ja. Man, dit project geeft me zoveel stress. Als ik hier levend uitkom, ga ik daarna op vakantie. Ik vind het ontzettend leuk dat kinderen die moeite nemen en dat ze dat willen doen. En het is vaak fijn dat als je ziek bent en dat ik in mijn hoofd heb dat er nog zoveel moet gebeuren. En als je merkt dat nu langzaam mensen spullen eruit gaan nemen. En OLJ die al gaat geld samelen. De kinderen die een benefietavond willen organiseren. Leuk. Heel goed idee. Dan zijn dat soort punten in mijn hoofd al afgestreept. Dus dat maakt het rustiger. Hou van jou. Hou van jou. Doei, doei, doei. Doei, doei. Twee weken later gaat Nino samen met goede vriendin Erika op pad om een locatie te vinden voor de benefietavond. Rosanna kan helaas hier niet bij zijn, omdat ze nog midden in haar bestralingen zit en in Barcelona moet blijven. Hi Nino, fijn dat we langs konden komen. Welkom. Natuurlijk een goede locatie komen voor de benefietavond, maar het enige is wel dat ik zoveel mogelijk gratis wil hebben, want ja, hoe meer je daarna dus natuurlijk naar onder gaat. Dus dat wordt nog een hele uitdaging, maar ik heb er wel vertrouwen in. Oh, dit is leuk. Wel een hele gave ruimte. Hier kun je ook hier het ontvangst doen. Je hebt hier een aparte entree waar je dus alle gasten naar binnen. Zo. En dan kun je hier bijvoorbeeld al een welkomst, receptie, cocktail, champagne doen. Dit zijn twee zalen gekoppeld aan. Ondanks dat er qua aankleding nog een hoop moet gebeuren, heeft Nino er een goed gevoel over. Maar geen beslissing wordt genomen zonder Rosanna. Wie ben je? Joe! Oh, godsheertje! Dat liefje! We zijn nu de zaal aan het kijken. Oh, te gek! Ja, en die muren gaan eruit nog. Ik wil net zeggen, is het niet een beetje klein? Maar de muren gaan eruit, dus dan wordt het twee keer zo groot. Laat even gauw die kleuren zien dan. Dat vind ik zo leuk. Kijk, dit vind je moeder prachtig. Kijk, het zijn onze kleuren. Dit is wel te gek. Cool, hè? Ik denk als jullie dit mooi vinden, ik vind het echt geweldig. Er hangt een hele goede energie, hangt een goede sfeer. En met die kleur, het is gewoon echt, dit moet je doen. Dit is prachtig. En ze willen het ter beschikking stellen, dus dat is wel heel fijn. Ja. Oh, dat is lief. Ja. Je moet nu een geest hebben, want ik heb helemaal geen make-up. Dus... Nee, maar lief het nemen. Je komt okay. Aan, dat is ook in het leven, hoor. Ja. Nou, doe okay, rustig aan, hè, lief het. Doe ik. Rustig aan, hè. Ja. Dikke kus. Oké, doei. Doei. Doen we dan lieve. Doei. Nou, die vindt het mooi. We hebben de ruimte op zich. Ja. Oh.
Gaan we doen. Cool. Super fijn dat het hotel deze locaties ter beschikking stelt. En ik weet zeker dat we weer een mooie avond tegemoet gaan. Er moet nog heel veel gebeuren voor men toe is aan de benefietavond. Rosanna en haar familie gaan eerst nog zelf naar Curaçao om de eerste stappen te zetten in de bouw van het Kluivert Dog Rescue Center. En anderhalve maand later is Rosanna fit genoeg verklaard door de doktoren om daadwerkelijk af te reizen naar Curaçao. Ik heb net 21 bestralingen gehad en was best wel heftig, pittig. Maar ik heb wel heel erg zin om naar Curaçao te gaan. Nou, we gaan nu bijna naar Curaçao. Wat kan ik verwachten van het centrum? Waarom lach je? Waarom lach je? Ik wil even weten hoe het met het centrum gaat. Ik bedoel echt de technische dingen. Dus wanneer komt de container aan? Of is die er al? Nee, ik dacht, ik wacht even, maar er komen dus een paar dingen niet aan. En een paar dingen komen ook niet af. Het hekwerk gaan we waarschijnlijk wel kunnen neerzetten. Waarom zeg jij waarschijnlijk? Nee, dat gaat gebeuren. Denk je? Ja. Ja, niet als ik daar kom. Nee, dat gaat gebeuren. Ja, jullie moeten me echt gaan helpen. Ik bedoel, ik doe dit nu al 10 jaar daar. Ja, dat weten we nu wel. Ja, ik leg soms best wel druk op de kinderen, want ze moeten me nu echt helpen. En dat willen ze ook, maar ze hebben ook hun eigen dingen te doen. Dani vliegt later naar Curaçao en Nino reist gelijk met Rosanna af. Dus tijd om zijn koffer in te pakken. Nino, je moet oude schoenen mee, hè? Want als we bij die vuilnisbelt langs gaan... Ja. Nee, serieus, er zitten gewoon allemaal beesten op de grond. Dus je kan niet alleen slippers, t-shirtjes en korte broeken. Maar hier is allemaal lang. Doe dit. Dit kan mee. Daar doen we wel strijken, maakt niet uit. Volgende week in Rosanna Kluivert on a Mission vliegen Rosanna en Nino naar Curaçao en krijgen ze eindelijk het stuk grond te zien waar haar droom op gebouwd gaat worden. Kijk de grond. Oh. Stel je voor hoe het straks is. Wauw. Ook wordt ze opnieuw geconfronteerd met het zwerfhondenprobleem op haar geliefde eiland. Als ik deze hondenlijkjes zo zie, dan word ik alleen maar... krijg ik nog meer energie om het echt te laten slagen. En komt Patrick naar Curaçao om haar te ondersteunen. Hey! Kom jij er in uit? Ik ben er lang uit.